Stel, je denkt dat je alles van het nieuws weet, dan heb je het mis. Wij gaan vanavond naar de opening van World Press Photo 2019 hier in de Volkeringestraat bij de synagoge. En volgens mij gaan we dingen zien waarvan wij niet wisten dat ze dit jaar waren gebeurd. Welcome tonight at the opening of the World Press Photo Exhibition and Solutions Energy. Foto is een stichting. Wij organiseren elk jaar een fotografiewedstrijd. En daarin wordt dus de beste fotografie van de wereld. Het afgelopen jaar wordt dan daarin tentoongesteld. We hebben verschillende categorieën van nieuws, sport tot milieu, natuur. En je ziet dus eigenlijk de meest indrukwekkende beelden. En het geeft je een perfect weerspiegeling van wat het afgelopen jaar is gebeurd. Hoeveel fotografen doen hier aan mee? Het afgelopen jaar ontvingen wij meer dan 78.000 beelden van bijna 5.000 fotografen. Hoe maak je de keuze dan? Wie maakt die keuze? Ja, elk jaar nodigen wij een onafhankelijke jury uit. Zij komen dan naar Amsterdam en zij bestaan uit experts in het veld. Dus denk aan fotografen, editors, directeuren van tijdschriften. En zij beoordelen deze foto's op 3 criteria eigenlijk. De nieuwswaarde, het moet een belangrijk nieuwsmoment zijn geweest. De kwaliteit moet goed zijn en er moet iets van creativiteit, een nieuwe manier van verhalen vertellen in het verhaal te vinden zijn. Zou je dan een voorbeeld willen noemen? Nou, een prachtig voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de winnaar van de World Press Photo verhaal van het jaar. Dat is gewonnen door Pieter ten Hopen. En zijn verhaal gaat over de migrantenkaravaan, maar dus dat is de nieuwswaarde. En het is prachtig geschoten. Als je kijkt naar zijn foto, dan is het een hele intieme manier van schieten. Het heeft een soort van een filter overheen, waardoor alles wat verzachter wordt. En dat heeft de fotograaf met een reden gedaan, omdat hij heel erg wil richten op het element van liefde. Hij wil die migranten afbeelden als menselijk. Want normaal gesproken, als wij over hen lezen in het nieuws, dan denken we alleen maar aan statistieken. We kunnen er geen beeld bij vormen. Maar door hen dan te zien in hun dagelijks leven, wanneer zij onderweg zijn, ze wassen zichzelf, ze eten, zij maken muziek, dan kunnen wij er veel beter aan relateren. Nonfiction Photo is een stichting die zich inzet voor kunst met een missie. Dus wij bieden een podium aan World Press Photo en we maken ook onze eigen tentoonstellingen. En deze tentoonstelling is nieuw en wat houdt het precies in? Onze eigen tentoonstelling die gaat over energie. We zijn heel erg geïnspireerd door World Press, door oplossingsgerichte journalistiek. En we dachten van alles wat in de wereld gebeurt is natuurlijk een mooi verhaal. Maar wat gebeurt er eigenlijk in het noorden? En wat zijn de oplossingen? Wat doen wij nu met elkaar in het noorden? En wat doen wij nu met elkaar in het noorden? Oeh, ja, heel veel verschillende dingen. Voorbeeld? Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld de Energy Academy van de Rijksuniversiteit Groningen. Die is heel mooi in beeld gebracht door David Vroom, een van de jonge fotografen. En hij probeert gewoon het verhaal te vertellen, de nieuwe innovaties die nodig zijn voor al die zonnepanelen. Want ja, je hebt een zonnepaneel, maar de een is de ander niet. Het kan altijd beter. Dus dat verhaal vertelt hij. Ik wil eigenlijk onze energievraag eigenlijk meer aan de kaak stellen. Zeg maar. Hoeveel energie hebben we eigenlijk nodig? Ja. En hoeveel energie hebben we eigenlijk nodig? Nou, vrij weinig. Ja. Ik ben er zo naar een aantal dingen op zoek gegaan. En dat zijn niet alleen de mensen die dus hele lage energievraag hebben, alleen uit stopcontacten en bij het tankstation, maar ook heel weinig spullen hebben. Want we stoppen ook ontzettend veel energie natuurlijk in spullen. En heel veel spullen vervangen we ook heel snel en verandert weer in afval. Dus ik wou dat eigenlijk ook wel, die kant eigenlijk ook wel belichten. Want je hebt het over spullen en dan hangt daar een foto. Vrouw met ontzettend veel spullen. Ja. Dat is misschien wel leuk dat we hierbij staan. Maar deze vrouw inderdaad, die kijkt heel anders tegen die spullen aan. Zij ziet het ook niet als haar bezit.
Maar zij komt die dingen tegen, verwaarloosd eigenlijk, als afval. En zij vindt dan van, ja, weet je, hier zit energie in, dit heeft... Dit is karmische energie of isolatiemateriaal energie? Of? Nee, gewoon energie hoe het geproduceerd is. Maar zij heeft eigenlijk helemaal geen elektrisch apparaat. Je ziet daar één koffiezetapparaat staan. Dat is het enige elektrisch apparaat wat die vrouw heeft. Er is ook een beetje bang voor. Ze gebruikt hem eigenlijk alleen voor visite, voor een kopje koffie. Ja. Ik nodig iedereen van harte uit om naar de tentoonstelling te komen. We hebben niet alleen foto's, we hebben ook rondleidingen en evenementen. Dus nog tot en met 8 december heb je de kans om te komen kijken in de synagoge.